Ik ben Jenno en ik heb een missie. Een hele goede morgen. Vandaag gaan jullie en ik helemaal naar Duitsland rijden. En dat omdat we daar iets speciaals gaan ophalen. Je weet het of je weet het niet, wij hebben een Disney-collectie. Een Disney Blu-ray en DVD-collectie. En we hebben ook een paar boeken, omdat we ook wel de parken leuk vinden. Van de parken, dan is het hierachter. Het is niet superveel boeken, maar we hebben er toch wel een paar en dan vooral hele interessante. En hier gaat het om. De Walt Disney Treasures. Ja, dat zijn doosjes, filmdoosjes met daarin een DVD. Een DVD-doosje, waar dan ook nog eens twee DVD's in zitten. Ziet er eigenlijk ongeveer zo uit. Zo'n doosje. Ja, die Disney Treasures die zijn in België zijn er 4 van uitgebracht. En wat was het. In Frankrijk zijn er nog net wat meer uitgebracht. Maar eigenlijk als je de complete verzameling wilt, dan moet je eigenlijk of moest je naar Amerika om ze daar aan te kopen. We zijn de afgelopen tijd niet meer in Amerika geweest. Ze worden ook niet meer actueel in de winkels verkocht. Dus enkel maar tweedehands winkels hebben ze, mogelijk. En daarom is het zo'n moeilijke verzameling, want die DVD-doosjes die zijn gelimiteerd. Je kan dat op internet gewoon terugvinden van hoeveel dat er zijn gemaakt van iedere treasure. En dat zijn er nooit echt veel hoor, dus dat gaat maar over een 100.000-tal bijvoorbeeld. En als je dat dan helemaal verspreidt over heel Amerika, ja, dan zit je snel uitgeput. Dus dat zijn zowat de hard to finds. En ik had ook nooit durven dromen dat die al zo groot ging zijn, want het staat nu allemaal een beetje door elkaar, maar ik heb toch al aardig wat filmdoosjes. Niet alleen de Europese uitgaves, maar ik heb dus ook een paar Franse filmdoosjes gekocht. En dat is het bijzondere daaraan, er zijn Franse uitgaves die wel, ondanks dat ze het niet vermelden, Nederlands audiospoor en ondertitels bevatten, maar nooit in Nederland of België uitgebracht is. Dus dat is zo'n beetje een heel vreemd iets. Dat is volgens mij omdat ze toch achteraf hebben besloten van oh, we gaan het toch niet meer verder zetten. Het verkocht ook nooit goed. Ik herinner mij die filmdoosjes, die Walt Disney Treasures. Ik herinner mij we gingen altijd gaan shoppen in de lijst. En ik herinner mij dat die filmdoosjes daar altijd maar bleven liggen. En ja, dus dan wil dat zeggen dat dat niet koopt. En nu moest ik ze hebben. Pas zoveel jaren later bedenken we plots van we willen een Disney collectie samenstellen. En ja, nu wil je ze hebben en nu liggen ze natuurlijk niet meer in de winkel. We zijn door, want we gaan ze gaan halen in Duitsland. In Duitsland heeft er iemand een hele grote verzameling online gezet. Ja, de meeste heb ik dus al, zoals je hebt kunnen zien. Maar hij heeft toch nog 6 stuks van de Walt Disney Treasures die we niet hebben in onze verzameling. 6 stuks, ik vond dat de moeite om daar helemaal naar Duitsland voor te rijden. Het is ook mijn geluk, want hij verzendt ze niet. Dus dat heeft er volgens mij voor gezorgd dat hij ze nu nog altijd te koop heeft staan. En wij, als het goed is, mag ik ze vandaag gaan halen. En is onze collectie weer een heel stuk compleet. En dan kunnen we ook later, want ik weet dat veel mensen dat interessant vinden, is een volledige collectievideo doen. Jules, jij mag ook mee. Is het goed, man? Zo. Gewoon eentje praten, hè. Eentje maakt muziek, hè. We zitten al een 2 uurtjes in de auto, nog een 17 minuten en we zijn er. Dus, eigenlijk zijn we dan bij gewoon die man aangekomen waar je al de dvd's gaat halen. En dan moeten we terugrijden nog naar hier, want hier zitten we dus eigenlijk in Wuppertal. Zitten we hier? Hier is Wuppertal. Is hier Wuppertal? Ja, dus dan moeten we straks nog eens terug 17 minuten rijden. Ja. Maar ja, goed, tot hier toe gaat alles al heel vlot, want Jules heeft de hele tijd ook al geslapen in de auto. Ik hoop dat hem straks nog wel ook eigenlijk een fatsoenlijk middagdutje nog wil doen. Maar in ieder geval, ja, nu is het ook wel voor hem fijn dat hij nu ook wel slaapt in de auto. Heeft hij er ook wel niet al te veel last van dat hij nu niet echt eigenlijk kan eigenlijk spelen of doen. Dus het is wel beter zo. En hoop ik dat dan nu wel straks die man dus wel eigenlijk thuis is, want dat weet ik ook niet heel zeker. Ja, nog even maar pas vanmorgen, net voordat we zo zijn vertrokken. Thuis, die man een bericht hier van kijk, ik zal trouwens ook al eigenlijk in de voormiddag komen in plaats van in de avond. Dus laat ons hopen dat die man van thuis werkt, of dat hij gewoon thuis is. Dus we zullen zien. Spannend. Spannend, hè? Ja. Helemaal 2 uur gereden voor filmdozen eigenlijk, waarvan dat we eigenlijk nog niet 100% zeker weten of dat het in orde is. Ik heb het enkel maar op foto gezien. Op foto zag het er goed uit, maar ja, dat kan soms een keer tegenvallen in het echt, hè. Ik ben heel benieuwd. Ik ook, ja.
Top, spannendste missie in onze verzameling ooit. Ja, maar ik ben moe. Maar een beetje slaapverwekkend voor jullie. Ja, om 5:50 al opgestaan hoor. Ik had beter nog een dutje nog gedaan eigenlijk in de auto. Bijna aandringen zien, zoals onze Jules. Hé, hey, wat heb jij allemaal mee? Ja, dus hij had er nog meer. Hij had nog meer dan dat ik dacht. Wow. Ik heb mijn collectie bijna compleet. Allee, onze collectie. Ja. Kijk, deze had ik dus niet verwacht, maar die had hij ook gewoon nog. Ja? Een hele bijzondere, hè. Echt waar. Deze ook nog, nieuw in plastiek. De Hardy Boys, ook bijna niet te vinden. En dan had hij ook nog eens deze. Die zijn al helemaal niet meer te vinden. De True Life Adventures zijn hele bijzondere. Je hebt er 4 van in totaal. Hij had er dus 2. En daar ben ik heel blij mee. Dan had hij ook, hij liet ook nog zijn collectie zien. En dan had hij ook nog deze. En ik zei van, oh, dat is een kei toffe. En hij zei van, weet je wat, je mocht het hebben. Dat is ook een hele bijzondere. Is ooit een reeks gemaakt over zo wat de donkere figuurtjes van Disney. En dat was heel populair. Maar ook niet populair genoeg om er in België een DVD van uit te maken. Hebben ze enkel in Amerika gedaan. En voilà, dat is dus deze. En dan, degene die ik dus al online had besteld. De Walt Disney Behind the Scenes. De Behind the Scenes Walt Disney Studios. Spin en Marty. El Fuego Baca en de Fox Swarm. Deze ben ik heel blij mee. Dat is Your Host Walt Disney. Dan ook nog Annette. En Disneyland USA. Ja. Ja. Dat is een mooie uitbreiding, hè, van onze collectie. Absoluut. Ik ben er heel erg blij mee. Dat wil zeggen dat we nu nog maar 2 discs missen. En dat is Dr. Sin en Donald Duck volume 4. Ja. Ik heb er hem ook over gesproken, maar die had hij niet. Ik dacht, misschien komt er hier nog iets meer uit de kast getoverd, want die heeft mij echt heel wat laten zien. Allee. Ja. Mooi. Ik ben er super blij mee. Ja, en nu zitten we hier in het regenachtige Duitsland. Ja, inderdaad. Weet je wat, we rijden een beetje verder. Allee, een koffietje sowieso drinken, we kunnen even gaan, we gaan wat drinken. Ja. Hey, dat was lekker hier, hè? Een beetje. Hoofd, schouders, knieën en teen. Hoofd, schouders, knieën en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen. Hoofd. Ogen. Tegenwoordig heeft ons Jules zo eigenlijk iets nieuws. Als hij zo bijvoorbeeld eigenlijk, zoals we zeiden, nu nog momenteel nog eigenlijk tablet nog eigenlijk aan het zien is. En hij hoort het niet, dan doet hij zo. Hoor je het? Hoor je het goed, het geluid? Maar ik hoor het niet. Hoor je het goed? Hoor je het goed? Nee, hij hoort het niet. Hij moet aan zijn oortje komen, want hij hoort het niet goed. Maar we kunnen er toch niet al zo luid zetten, hè, met al die mensen hier. Dat gaat niet, hoor. Nee. Oh. Ja, ik hoor het niet, zegt hij. Hoor je het? Hoort het niet, hè? Nee. Omdat we niet als een gek heen en weer wouden rijden, hebben we een hotelletje geboekt vlakbij waar dat we dus de dvd-boxen moesten afhalen. Ja! En dus nu gaan we ook nog één nachtje hier slapen. We zitten nu in Wuppertal. We zitten nu in een parking. Als je een vogelfobie hebt, moet je hier niet zijn. Het zit hier vol met duiven overal. Super eng. Daar zit er één. Daar zit er ook nog één. En ze laten het hier niet echt helemaal eigenlijk proper. Dus we hebben onze auto nu al geparkeerd. Waar dat volgens ons het meest propere stukje is. Dus hopelijk komt dat goed. Ga je wandelen, Jules? Ja. Ja, oké. En is het een goede kamer? Het is heel groot. Amai. Je mevrouw zei, ik geef jullie een grote kamer omdat jullie een kinderwagen mee hebben. En kijk nu. Zo'n grote kamer. En je kan je veel liever lopen bij een leuke stoel, zegt hij. Ja. Hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kijk, we kunnen zelf kijken naar hoe de andere mensen op hun terrasje zitten. Of aan het werk zijn. Ja.
Ja, inderdaad. Jij moest nu eventjes nog de koffers uit de auto gaan halen. Julieke en ik, heb je pijn gedaan? Aan een kaartje? Ai, ai, ai. Julieke en ik, wij zitten hier nu al eventjes op de kamer, dat jij nog wat kan eigenlijk rondkruipen en spelen. En dan, als jij nog weer terug is met onze koffers, dan gaan we ons stiltje aan klaarmaken, liefje. Wat gaan we dan doen? De stad intrekken. Dat is papa terug is, hè? Goed? Het is warm zo. Wapperen. Zoals Schiffy, de pinguïn. Schiffy. Weet je wat ik net had gelezen? Nee. Ik had net in snel te lezen, the best time to die. Ja, in dat geval kun je het beste dus in de groene zone. En dat is van 6:30 tot 8:30. Ja, dan zie je het licht. Ja. Bijzonder, hè, dit? Dat is voor alle duidelijkheid een treinspoor, maar niet zomaar eentje. Het is eentje waar de trein niet oprijdt, maar onderhangt. En dat is wel best bijzonder. En ik dan als pretparkfan vind dat natuurlijk ook wel iets dat ja, toch een beetje aanleunt naar de speciale coasters, kun je het niet noemen natuurlijk. Maar zo'n speciale manier van transport. En dat intrigeert. Ik heb nog nooit eerder zoiets gezien. Laat staan dat ik het zelf al gedaan heb. Dit zou eigenlijk perfect in een pretpark kunnen passen. Ja, heerlijk. Het lijkt mij ook een hele bijzondere ervaring als je dan erin zit. Ja, je ziet toch altijd alles een beetje anders. Dus het treintje, dat wil ik wel eens nemen. Ja, maar niet nu. We gaan eerst even daar nog gaan verkennen. Het is want heel droog, jongens. En nog één. Een grote stad, hè? Ja. Had jij dat verwacht? Nee. Ik ook niet. Onze kleine Jules die is gek van pinguïns sinds de laatste tijd. Zo, hij heeft de pinguïnlied ontdekt en daar is hij dan helemaal zot op alles wat dat pinguïns zijn. Dus we kijken hoe dat hij reageert hier op de pinguïn. Zie je het? Hé? Hé? Ja, hier staat er wel een hele grote pinguïn, hè? Dat is mooi, hè? Zie je het? Wauw! Zie je de pinguïn? Tikkie. Ja. Ah. Dat is een mooie, hè? Heel mooi. Zo, mama. Amai, zeg. Hey. Ik ben maar even een half uur weg geweest. Maar kijk eens wat valken staat. Ja, wat heb jij gekocht? Ik heb cannolis gekocht. De typisch Italiaanse cannolis met daarin ricotta kaas. En ik heb ook nog een paar andere Italiaanse dessertjes gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Leuk. Amai, zeg. Dat ziet er mooi uit. Ga je er eentje aan proeven dan, of wat? Zegt hem of ik het ken en hij zegt, zo niet, moet je echt dit eens een keer proberen. Die lange? Ja, die grote. Die zullen misschien vers gemaakt zijn of zo. Lekker hoor. Het zou weer donker aan het worden. Ja. Tijd om een restaurantje uit te zoeken. Jules slaapt nog altijd, hè. Ja, dat is wel niet helemaal echt de bedoeling. Nu zitten we een beetje niet meer in zijn ritme. Nee. Maar we gaan hem thuis op restaurant wel wakker maken voor zijn eten. Oh, dus dat. Dat is een beetje later gaan slapen dan anders. Ja. Het is ook een beetje de speciale dag vandaag, hè. Sushi gaan eten, of wat? Yes. Hopelijk hebben ze nog een tafeltje voor ons. Hey, zeg, ga iets maken, hè. Maken, hè. Hey, tweede ronde. Yes. Tijd voor sushi. Het hoofdgerecht. Oh. Een speelgoedwinkel, zo. Jawel. Kijk, hè, als je hier op drukt. Internet werkt dat toch nog? Ja, zeker. Met echt een hel van een klusje.
Als je hier al die prijskaartjes ziet en dan moet je dan allemaal gaan beginnen, het nummer, oh mijn god. Ja, zoek maar uit. Ja, zoek maar uit, veel plezier. Ja. Dan zeggen ze vaak dat mensen die in een winkel werken, dat dom mensen zijn. Maar denk ik niet. Kijk, dit is het bewijs. Zou jij eraan uitgeraken, ja of nee? Laat eens even weten in de comments. En zo ligt er nog heel wat, hè. Ik vind zo'n job, dat mag niet onderschat worden. Nee. Duimpje omhoog voor die mensen. Duimpje omhoog voor de mensen die in een winkel werken, yes. Want ik zou het niet kunnen. Nee. En Jules ook niet, want die pakt alles uit. Hier, Jules zijn favorietiertje, de pinguïn. Dat is cool. Heb je het nog juist ook? Hallo. A, B, C, 1, 2, 3. Samen habe ich versteckt. A, B, C, 1, 2, 3. Ja, leuk, hè? We zijn terug op de kamer. Het was een hele leuke, maar toch wel heel drukke dag. Ik ga toch ook wel weer blij zijn als we weer een bedje mogen kruipen. Hier, ja. Ah, gaat deugd in. Morgen alweer terug naar huis, maar ik heb dat treintje zien rijden. Ik wil met treintje rijden. Ja. Dus morgen sowieso in de vlog, dat hangend treintje. Het moet erbij. Hoi, wat zeg ik hier? Wat wil je doen? Wil je spelen nog eventjes? We nemen altijd zijn speelkoffer mee. Ja. Er zit alles in. Zijn boekjes, zijn speelgoed. We hebben dat zelf eigenlijk niet meer uitgeladen van toen we terugkwamen in het Centerparks. Gewoon omdat we wisten nog dat we naar hier gingen komen. En kijk, voilà. Nu kan hij er opnieuw mee spelen. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Ben je blij? Ik denk het wel, hoor. Je hebt ook een leuke dag gehad van. Hè? Ik denk ook wel dat Jules ook wel een hele leuke dag heeft gehad. Dank ik ook het trouwens. Morgen zijn we weer voor een nieuwe video. Tot morgen. Jules. Wat? Oh. Kijk. En net op het moment dat ik mijn hand voor de camera hou, valt hij bijna uit de buggy. Hij viel eruit als je hem niet had tegen. Ja, allee. Nu zijn we echt weg, hoor. Ga je nog iets doen van ongelukken? Want dan moet je het nu doen, hè. Ben nu nog aan het opnemen, hè. Ik hoop van niet. Doei!